Beste genoten en belangstellenden, welkom nogmaals. Ik zou mijn praatje de volgende titel willen geven. Helvoort aan de Leien. Helvoort staat weer op een mijlpaal met deze kerktoren als hoogste punt, maar ook als hoogtepunt. Meer dan 100 jaar geleden werden de Leien als een van de laatste onderdelen van de bouw van deze kerk geplaatst. De decoraties binnenin zijn jaren daarna aangebracht. De meeste oude leien dateren uit die tijd. Dus meer dan 100 jaar geleden. 50 jaar geleden is de toren zogenaamd herdekt. En dat wil zeggen dat een klein deel van de leien toen vervangen zijn door nieuwe leien. Daantje Broeders uit Vught deed dat zonder stijgers in zijn eentje. Hij zat op een plankje met touwen neergelaten uit een van de luiken. Links van hem een stapeltje oude leien, rechts nieuwe leien. En hij had een hamertje als gereedschap. En zo bungelde hij ergens tussen de 30 en de 70 meter. Dat gaat tegenwoordig anders. Alleen al het maken en weer opruimen van de stijgers kost 100.000 euro. We hebben overigens sterk de indruk dat de 50 jaar geleden geplaatste leien nu de zwakkere elementen zijn. Deze jongste leien bevatten waarschijnlijk een hoeveelheid kalk en die leiden eigenlijk tot weer versnelde slijtage. We hebben wel de overtuiging dat de kwaliteit van de nieuwe leien die vandaag de dag geplaatst worden, dus beter is en op zijn minst weer 100 jaar mee kunnen. De firma Bogers uit Ravenstein doet de vervanging. Bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door de plaatselijke aannemer Bergman. Het is ook de bedoeling om de haan met kruis en gouden bal een beurt te geven. In het dorp gaat een verhaal over deze haan de ronde. De haan zou van de toren verwijderd worden en vanwege het ontbreken van voldoende belangstelling niet meer terugkomen. Bij deze kan ik het verhaal van de bijgelovigen ontkrachten en alle gelovige dorpsgenoten geruststellen. De bouwcommissie heeft immers besloten om de haan op zijn plaats te laten, juist om te voorkomen dat er geen kip meer in de kerk komt. Tot slot wil ik iedereen die bij dit geheel betrokken is van harte dankzeggen. De vrijwilligers, het restauratiefonds en vooral de sponsoren. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. En mijn laatste woorden: Helvoort aan de Leien, het kan wat leien voor een hemel met nieuwe leien. Dankjewel. Zeggen als voorzitter van het restauratiefonds, Stichting Restauratie Heilige Nicolaaskerk Helvoort, maar niet de hele kerk, alleen de toren, zul je begrepen hebben. Daarvoor alleen al hebben we toch forse inspanningen moeten leveren om voldoende middelen bij elkaar te krijgen. En voldoende wil zeggen dusdanig veel dat met de bijdrage die het parochiebestuur zelf nog bezat, de toren in ieder geval gerestaureerd kan worden. In zijn algemeenheid kan ik
kort aangeven hoe we die middelen verzameld hebben. Het is met name de Rijkssubsidie, de zogenaamde BRIM, dat is 115.000 euro. Via fondsenwerving hebben we ongeveer een ton bij elkaar gehaald. Via lijfrentes van inwoners van Helvoort ruim 13.000 euro. En allerlei giften, donaties, klein en groot, in totaal 25.000 euro. Dat is een heel mooi bedrag, dat is samen ruim 2,5 ton. En daarmee was het voldoende om te zorgen dat de toren voor de komende 100 jaar, als ik Jan mag geloven, weer waterdicht is in ieder geval aan de bovenkant. Het is dan ook heel prettig te weten dat heel veel donoren hier nu aanwezig zijn. Want daar moeten we het toch van hebben. We hebben wat inspanningen moeten verrichten om het bij elkaar te krijgen. Ik heb de indruk dat naarmate de jaren verstrijken de inspanningen groter moeten zijn om een bijdrage te leveren voor de kerk. We hebben links en rechts ook al ideeën gekregen van nou, breek die toren maar af. En wij gaan daar geen geld meer in stoppen. En zelfs van mensen die voorheen in de restauratiestichting zaten, die aangaven van nou, ik heb er voor het genoeg voor gedaan, van deze keer doen we niet mee. Nou, dat kan. Maar goed, er zijn wel heel veel mensen die gelukkig wel meegedaan hebben. Wij hebben vooral ingezet ook voor de bijdrage van de inwoners om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. We vinden het buitengewoon belangrijk dat de kerk niet alleen gedragen wordt door de geloofsgemeenschap, maar met name door heel Helvoort. Het is natuurlijk een cruciaal gebouw. Als je van ver aankomt, dan is de toren vaak ook een mikpunt van, nou, we zijn er weer bijna. Dus in die zin denk ik dat het de moeite waard is om via een breed draagvlak te proberen op die manier de middelen bij elkaar te krijgen die nodig zijn. Particulieren, maar ook opbrengsten van de beklimming van de toren, van rondleidingen hier in de kerk, kerstbomenverkoop, winkeliers die een actie gedaan hebben, de boekenmarkt die twee keer een bijdrage geleverd heeft. Dat allemaal heeft ervoor gezorgd, naast alle fondsen enzovoorts, dat dit geld bij elkaar gebracht is. Ik wil ook in ieder geval de leden van Stichting Restauratiefonds, waar ik die vier jaar, want we zijn vier jaar bezig geweest, mee gewerkt hebben, bijzonder hartelijk danken voor hun inzet en vooral ook de prettige manier van samenwerken. Gezamenlijk hebben we toch maar, denk ik, in ieder geval dat geld bij elkaar kunnen krijgen. En tot slot nog één punt. Wij denken als Restauratiefonds dat het naar de toekomst toe buitengewoon belangrijk is dat er een breed draagvlak in het dorp Helvoort blijft, of liever nog komt misschien, om deze kerk voor jaren overeind te houden. De exploitatie staat natuurlijk steeds meer onder druk. Als de geloofsgemeenschap die wat krimpend is, zal toch aangevuld moeten worden, denk ik, met inkomsten van ja, mensen die daar wat minder zich bij thuis voelen. Dus wij hebben gemeend een ongevraagd advies te geven aan het parochiebestuur om toch eens zeer nadrukkelijk te kijken naar een wat multifunctioneler gebruik van dit gebouw. Wij denken dat daar mogelijkheden voor zijn. Dat kan niet 1, 2, 3. Er zijn allerlei hogere organen die daar ook wat van menen te moeten vinden. Maar ik wil het toch nog een keer benadrukken dat wij het in ieder geval van groot belang vinden dat dit gebouw heel veel draagvlak houdt onder de Helvoortse bewoners, om op die manier te garanderen dat het voor lange tijd in stand blijft. Het is zeer de moeite waard. Dank je wel. Beste mensen, slecht nieuws. Veel hebben me al gevraagd van wat is er met jou gebeurd? Nou, ik ben gevallen.
Daar zijn gekneusde ribben en een tanden door mijn lip gegaan. Dus dat ziet u en dan weet u het nou bij deze allemaal. En iemand zei tegen mij, het zal wel 's avonds zijn gebeurd, laat nadat je een glaasje wijn hebt gedronken. Het was 's morgens om 7:15. Ik had nog echt niks op, zelfs geen koffie. Dus u kunt gerust zijn. Nou, dan is er een boekje in de kerk en daar staan allerlei gebeden in, zegeningen voor van alles en nog wat. Kerkbanken, een orgel, een lessenaar, een altaar, daar staat een formulier in voor de doop. Nou, van alles en nog, maar wat ik ook gezocht heb, dat staat er niet in. Een zegening van Leien, die staat er niet in. En dat heeft een reden. Want in dit boekje staat, je zegent geen leien, maar je zegent mensen. En ik weet nou sinds gistermorgen hoe gevaarlijk het kan zijn als je buiten aan de gang bent. En dat geldt ook bij zo'n toren en zo. Dus ik spreek een klein gebedje uit en zegen daarmee symbolisch die drie leien die we gaan ondertekenen. Maar in feite is dat niet nodig, want die zijn van zo'n goede kwaliteit. Die gaan, ze zeggen 100 jaar mee, maar die mensen die daarboven moeten werken, die moeten wel een beetje hulp krijgen, een ondersteuning, of ze nou gelovig zijn of niet. Want ze moeten het veilig kunnen doen en als het kan straks kunnen voltooien met een prima resultaat en met allemaal gezonde mensen. Nou, daar wordt op toegezien vanuit het kerkbestuur dat dat allemaal goed loopt. En we zijn ontzettend blij dat we op dit punt zijn aangekomen. En ik zegen nu maar, of je nou gelovig bent of niet, de mensen die dit moeten gaan doen. En dan wil ik vragen aan James, waar is James? Kom even hier staan. En aan Harry. En aan Jan. Om ieder zo'n lei in je hand te pakken. Gezegend zijt gij, God, schepper van het heelal. Gij hebt al het goede geschapen. En de aarde hebt aan de mens gegeven om haar te bewerken. We bidden nu. Laat ons al het geschapene. En daar geldt ook voor deze leien die boven de toren van deze kerk zullen komen, met dankbaarheid gebruiken. En de gaven die we van u ontvangen met de behoeftigen delen in de liefde van Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hou hem even zelf nog vast. Ik ga toch kort even in op wat jij zei, want Harry, dat is ons zeer bekend. Maar wij gaan er als kerkbestuur niet over, de bisschop gaat erover. En die heeft daar ook zo zijn ideeën over. Dus daar moeten we maar eens proberen of dat die om te krijgen is. En ik merk nou op het moment met een sluiting van een kerk hier in ons bisdom, waar heel veel over te doen is, dat dat niet zo makkelijk is. Dus nou goed, maar we denken er allemaal over na. En het is in elk geval heel belangrijk dat de kerk door meerderen gedragen wordt dan alleen door die kerkgangers die hier op zondagmorgen komen. Want dat zijn er toch meestal maar zo'n 60 of 70 hooguit. En dat moet veel breder, want anders redden we dat niet met elkaar. Dus in die zin heeft dat onze aandacht wel. Wij gaan er maar buiten, dames en heren. James en Harry en ik, wij gaan ondertekenen. Hopelijk schrijft het nou nog, omdat het een beetje nat is geworden. Ja. Dat was het ook al vanuit. Ze hebben